Nee. De fotosessie vindt nooit plaats voor het concert, ja. Mm-hmm. Ja, sorry, even een momentje, ja? Mike, het is een lost case. Je collega die heeft al lang die foto's... Eén keer raden welke collega dat was? Je vergis je, Mike. Ik ben niet te koop. Oh, nee? Nee. Een Bos Roos kan anders wonderen doen als ik me niet vergis. Mike, ik kan echt niks meer voor je doen, duidelijk. Hey, ik ben voor U2 in Londen geweest. In Düsseldorf, in Amsterdam. Ik heb voor 1000 ballen apparatuur ingehuurd. Ik heb stront op mijn stage en straks loop ik mijn diploma mis. Wil je nog meer? Lonnie, het is toch zo dat Picture Press die sessie krijgt naar aanleiding van mijn ideeën? Als je me toen had gezegd dat Ben je ex is, had ik me al die moeite kunnen besparen. Blijf nog even hangen. Mike. Ik leg het jou toe voor. Ja, dan moet Bono maar zelf beslissen. Picture Press. Am I talking to Mike Stelter? Yes. Well, this is Michael from the U2 crew here. It's about that shoot. Do you think you could be here in, let's say, about an hour? I'll be there. Hallo, met Mike. Ik bel voor Lonnie van publiciteit. Ja, Lonnie, vind je een boodschap aan nee, ik bel liever zelf nog een keer. Oké. Bedankt. Mike Stelter? Ja. Hallo. Hey, Mike. Nou. Meneer Stelter, ik heb u al 20 keer verteld dat Lonnie in de vergadering zit en dat ze u terugbelt. Anneke, weet jij waar Ben is? Op het bord staat dat hij naar de dokter is. Huh? Ernstig? Nou ja, als hij naar Wespen zat, we weer voor zijn voet zijn. Maar heeft er verder niks over gezegd. Hier, antifascisme demonstratie op de Dam. Nou, waar wacht je nog op? Je tweede kans, hup! Vandaar, nu even een volproef. Je een uur lang bij Denk aan Henk. Een U2 special. Mike? Ja, met Lonnie. Lonnie, waar zit je? Ik probeer je al de hele dag te pakken te krijgen. Zit jij nog in de auto? Van Tom, je hoort in het polo te zijn. Heeft Michael je niet gebeld? Michael? Shit. Bono heeft jouw voorstellen eruit gepikt. Heeft de manager je niet gebeld? Fuck! Wanneer gebeurt het? Ja, nou zo ongeveer. Ik ben weg. Okay. Burger party.
Ben. Ben? Gelukkig. Waar ben je? Ja, ik wacht op röntgens van mijn poot, dus... Kom in. Je zit toch in Weesp? Jesus, Mike, kom in. Er is één patiënt voor me, daar moet ik op wachten. Ben, je belazert me. Verdomme, er is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Een ongeluk? Jezus. Daarvoor hoef ik hier niet weg. Weet je wie erbij betrokken is? Mike. Nice to meet you. Hou vol, de ambulance is er. Nog altijd vallen de meeste verkeersslachtoffers op provinciale wegen. De provinciale weg hier bij Muiden wordt nog eens extra druk, omdat die gebruikt wordt als sluiproute tijdens spitsuren om files te mijden. Mike reed onverantwoord hard, maar dacht slechts een boete te riskeren door het negeren van een verbodsbord. Door dit ongeluk heeft hij onder meer zijn heupgewricht ernstig beschadigd. En het is nog maar de vraag of hij ooit weer normaal zal kunnen lopen. Ben? Ben? Gelukkig. Waar ben je? Ja, ik wacht op röntgens van mijn poot, dus... Kom in. Je zit toch in Weesp? Jesus, Mike, kom in. Er is één patiënt voor me, daar moet ik op wachten. Ben, je belazert me. Verdomme, er is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Een ongeluk? Jezus. Daarvoor hoef ik hier niet weg. Weet je wie erbij betrokken is? Mike? Nice to meet you. Hou vol, de ambulance is er. Nog altijd vallen de meeste verkeersslachtoffers op provinciale wegen. De provinciale weg hier bij Muiden wordt nog eens extra druk, omdat die gebruikt wordt als
sluiproute tijdens spitsuren om files te mijden. Mike reed onverantwoord hard, maar dacht slechts een boete te riskeren door het negeren van een verbodsbord. Door dit ongeluk heeft hij onder meer zijn heupgewricht ernstig beschadigd. En het is nog maar de vraag of hij ooit weer normaal zal kunnen lopen. Shoot. Do you think you could be here in, let's say, about an hour? I'll be there. Mike, ik bel voor Lonnie van publiciteit. Ja, Lonnie, kun je een boodschap? Nee, ik bel liever zelf nog een keer. Oké. Bedankt. Mike Stelder? Hallo. Hey Mike. Meneer Stelder, ik heb u al 20 keer verteld dat Lonnie in de vergadering zit en dat ze u terugbelt. Anneke, weet jij waar Ben is? Op het bord staat dat hij naar de dokter is. Ernstig? Nou ja, als hij naar wespen zat, we weer voor zijn voet zijn. Maar heeft er verder niks over gezegd. Hier, antifascisme demonstratie op de Dam. Nou, waar wacht je nog op? Je tweede kans, hup! Vandaar, nu even de volproef. Je een uur lang bij Denk aan Henk. Een YouTube special. Mike? Ja, met Lonnie. Lonnie, waar zit je? Ik probeerde al de hele dag te pakken te krijgen. Zit jij nog in de auto? Van Tom, je hoort in het Polo te zijn. Heeft Michael je niet gebeld? Michael? Shit. Bono heeft jouw voorstellen eruit gepikt. Heeft de manager je niet gebeld? Fuck! Wanneer gebeurt het? Ja, nou zo ongeveer. Ik ben weg. Picture Press. Am I talking to Mike Stelder? Yes. This is Michael from the U2 crew here. It's about that shoot. Do you think you could be here in, let's say, about an hour? I'll be there. Mike, ik bel voor Lonnie van publiciteit. Ja, Lonnie, kun je een boodschap aan nemen? Nee, ik bel liever zelf nog een keer. Oké. Bedankt.
Mike Stelde? Hallo. Hey, Mike. Meneer Stelder, ik heb u al 20 keer verteld dat Lonnie in de vergadering zit en dat ze u terugbelt. Anneke, weet jij waar Ben is? Op het bord staat dat hij naar de dokter is. Huh? Ernstig? Nou ja, als hij naar wespen zat, zal hij weer voor zijn voet zijn. Maar heeft er verder niks over gezegd. Hier, antifascisme demonstratie op de Dam. Nou, waar wacht je nog op? Je tweede kans, hup! Vandaar, nu even een volproef. Je een uur lang bij Denk aan Henk. Een U2 special. Mike? Ja, met Lonnie. Lonnie, waar zit je? Ik probeer je al de hele dag te pakken te krijgen. Zit jij nog in de auto? Van Tom, je hoort in het polo te zijn. Heeft Michael je niet gebeld? Michael? Shit. Bono heeft jouw voorstellen eruit gepikt. Heeft de manager je niet gebeld? Fuck! Wanneer gebeurt het? Ja, nou, zo ongeveer. Ik ben weg. Thank you.